Hallo, welkom bij Do-It-Zelf Inspiratie. Ik heb een nieuwe EOS-video voor jullie. Ik ga jullie laten zien hoe je streepjes geeft aan je EOS-lippenbalsem. En ik heb ook de gestreepte EOS-huls hiervoor gebruikt. Ik heb de streepjes erop gezet met babylips en wat er nog nodig is, laat ik jullie nu zien. Ten eerste heb je een EOS-lippenbalsem nodig met omhulsel. De mijne is ongeveer half leeg. Ik gebruik hem heel vaak tegenwoordig. Je hebt het mes nodig om de lippenbalsem eruit te halen. Een bordje is daarbij wel zo praktisch. Dan heb je nog een lepel of een houten staafje nodig voor het roeren. Een andere lippenbalsem, zoals babylips. In een andere kleur dan. Ik heb hier de roze babylips. Je kan echter ook verven met oogschaduw bijvoorbeeld. Je hebt kopjes nodig die in de microgolf mogen om alles te smelten. Maar je kan alles ook in water smelten, zoals je chocolade smelt. Mijn kopjes die kan ik al meteen gebruiken om mee te gieten. Dat is wel zo praktisch natuurlijk. Maar eerst moet ik de huls uit elkaar halen. Daarvoor gebruik ik het mes en dat steek ik daartussen. En dan duw ik zo de huls uit elkaar. Hier heb ik het roostertje, dat zie je er een beetje doorschijnen, en de onderkant. En daar is de bovenkant van de huls, die lag al aan de zijkant. En nu haal ik de lippenbalsem uit de huls. Van binnenuit druk ik hem naar buiten. Het grootste deel valt eruit, kijk. En de rest krap ik dan nog van de huls. Zo, het rooster is nu helemaal vrij. En ik klik die terug, draai die terug in het bovenstuk. Zo, helemaal indraaien. De onderkant die druk je er achteraf terug op. Je ziet hier een kleinere uitstulping en daar een grotere uitstulping. Zo moet je die er dus terug indrukken. En zo blijft dan alles mooi aan elkaar hangen. Maar eerst gaan we de lippenbalsem verven en gaan we de huls terugvullen. Ik heb hier een groter stuk. Dat doe ik in één van de kopjes. Ik doe alles erbij. En ik heb een kleiner stuk. Lekker praktisch, dat doe ik in het andere kopje. En daar doe ik wat babylips bij. Ik snij er een stukje af. Als je zo snijdt, dan kan je de lippenbalsem ook gewoon verder gebruiken. Zo. Weer mooi glad maken. Dus die lippenbalsem kan je gewoon verder gebruiken. Die leg ik nu weg, heb ik niet meer nodig. En nu baseer ik me op het hulsje. Er wordt begonnen met roze, dan komt er een witte laag. En zo gaat het verder. Zo ga ik het ook doen. Het roze stuk is nu gesmolten. En ik heb de bovenkant in de onderkant van de huls gezet. Ik doe nu een heel klein beetje van het mengsel in het midden van de huls. Doe het echt druppelsgewijs en laat het dan helemaal drogen. De eerste laag is hard geworden. Dat duurt een kwartiertje. Ik heb nu de rest van het mengsel gesmolten en maak zo daarmee een tweede laagje.
Ook die laag laat ik weer goed drogen. En dan wissel ik af. Dus nu ga ik het roze weer smelten. Doe daar weer een laagje bovenop. Smelt dan weer de andere kleur. En zo verder. Voor ik hier nog een roze laag op doe, doe ik het roostertje erbij. Zodat dat straks ook door het mengsel bedekt wordt. Dus met de rest van het witte mengsel heb ik het roostertje helemaal bedekt. En dan heb ik het laatste restje roze erbovenop gedaan. Zo is het laagje wat dikker. Hoe dieper het rooster in de huls zit, hoe steviger alles is. Nu laat ik alles mooi uitharden. Ik zet het in de koelkast. En je kan het daar best 1,5 uur in laten staan. We zijn nu 1,5 uur verder. En nu doe ik weer de rest van de huls op de lippenbalsem. Zorg ervoor dat de juiste uitstulping aan de juiste kant zit. Dan klikt alles mooi in elkaar. Zo. En kijk, is het gelukt? Ja, daar is mijn gestreepte lippenbalsem. Perfect is het nog niet. Ik moet er nog een beetje aan werken. Daar ga ik een houten staafje voor gebruiken. Daarmee kan je ervoor zorgen dat de overgangen ietsje rechter zijn en ze er wat netter uitzien. Maar er is echt nog maar weinig werk aan. Ik ben heel tevreden. Het ziet er erg schattig uit. Het is ook heel erg leuk met die gestreepte huls. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef me dan een like. Als jullie nog vragen hebben of ideeën, laat die dan achter bij de commentaar. Je kan je natuurlijk altijd abonneren, dat vinden wij heel erg leuk. En tot volgende keer bij Doe-het-zelf Inspiratie.